Hierbij ga ik u instructies geven over de MB500 Tankdouche. Zoals het model hier staat is het de MB500 en het heeft een waterreservoir met een inhoud van 350 liter. Er is eigenlijk niet zo heel veel verschil met andere modellen. We hebben standaard een 350 liter, 800 liter, een 1000 liter, 1250 liter, 1500 liter, 1600 liter en 2200 liter in ons programma. Mocht er nou een andere inhoud nodig zijn, dan is dat altijd bespreekbaar. Het grootste verschil tussen de kleinere modellen en de grotere modellen is de afmeting. De afmeting van een MB500 is ongeveer 1 meter bij 1 meter. Bij grotere uitvoeringen, tot 2200 liter, is dat 1,30 bij 1,30 meter. 30. De 2200 liter is nog een stuk groter, 1,80 bij 1,80 meter. 80. De hoogte van een tankdouche is ongeveer 4 meter, soms zelfs wat groter. De deksel moet ook afgenomen kunnen worden. U moet dus rekening houden dat u de tankdouche niet altijd overal kunt plaatsen. De tankdouche, zoals we hem in deze gebieden plaatsen, is eigenlijk veel uitgevoerd met een verwarmingselement. Wat hier achter het plafond zit. Dat verwarmt het water, wat voor de lichaamsdouche warm water levert en ook voor de oogdouche warm water levert. Voor warmere gebieden kunnen we dat ook eventueel anders doen. In plaats van een verwarming gaan we het water verkoelen. Dat doen we met de zogenaamde chiller. Dan wordt het water gekoeld en dan heb je dus water op aangename temperatuur. Zowel weer voor de lichaamsdouche als voor de oogdouche. Normaal gezoneerd, maar ook ATEX-explosieveilig in diverse klassificaties behoren tot de mogelijkheden. Dus wat dat betreft is de gehele gewenste uitvoering die u nodig heeft leverbaar. Er zijn diverse opties mogelijk. De basis van een tankdouche begint met een kale uitvoering. Wat verstaan we onder een kale uitvoering? Dit is het waterreservoir met lichaamsdouche, het frame, de duwhendel en uiteraard de pictogrammen die erop zitten, die zijn standaard meegenomen. Wat niet standaard meegenomen is, wat u wel hier op de video ziet, dat zijn de drie zijwanden, de oogdouche, het opstaprooster, de verlichting. De thermometer en een niveauindicatie. Het zijn dus allemaal extra dingen die erbij besteld kunnen worden. Als de tankdoos aankomt, ligt hij op een pallet. Hij ligt op deze zijde, dat is omdat daar meestal niks op aangebracht is. Hij ligt dus op de linkerzijde. Dan hebben we aan de rechterzijde een opening aangebracht. Deze ziet u op dit moment niet hier, maar die is wel ter hoogte hiervan. Daar zit ook een dop op. Deze dop kun je weghalen en je kunt er vervolgens een hijslus in plaatsen. Die schroef je met schroefdraad er gewoon in tot hij helemaal volgedraaid is. Dan kun je hem ook rechtop zetten zodat hij op vier poten staat. Op dat moment heeft u ook toegang tot de voorzieningen aan de linkerkant. Er zit dezelfde voorziening met de dop. Daar kun je dus de hijslus erin draaien en dan heeft u zowel links als rechts de hijslus zitten. En dan kunt u hem optillen en op de plek neerzetten waar u hem wil hebben. De hijslus kunt u op dezelfde manier er ook weer afschroeven. Plaats vervolgens de afwerktop weer terug. Verder zijn alle verbindingen gemaakt. Dit is de verbinding tussen de waterbak en de douchekop. De verbinding van de waterbak met de oogdus is ook gemaakt. De bedieningsstangen zijn allemaal klaar. Het enige wat u eigenlijk moet doen, dat is waterzijdig aansluiten. Dat zit aan de achterzijde helemaal bovenin. U treft ze hier aan. Dat is een 28 mm knelkoppeling, een 1 duim leiding schroefdraad of een aansluiting. Allerlei aansluitingen zijn mogelijk. De tankdouche kan op de vaste waterleiding aangesloten worden, maar dit is niet een vereiste. Indien het reservoir gevuld is, is de tankdouche operationeel. Indien de tankdouche op een vaste waterleiding aangesloten wordt, wordt het reservoir automatisch gevuld en anders moet dit handmatig gedaan worden middels een waterwagen. Wij kunnen een vulleiding optioneel erbij leveren voor eenvoudige vulling. Een elektrische aansluitkast zit hier. Daar kunt u dus elektriciteit op aansluiten. Let op, we hebben hier deze bevestiging, maar normaal gesproken tegenwoordig hebben we een bevestiging met vier grondplaten. Op elke poot bevindt zich dan een grondplaat met twee gaten. Zo kan de unit bevestigd worden op de grond. Hij moet op een egale, vlakke ondergrond bevestigd worden, zodat de unit goed stevig staat. Als hij fysiek geplaatst is, hij is waterzijder aangesloten en elektrisch aangesloten, dan is de unit klaar voor gebruik. Het verschil tussen een tankdouche en een normale douche is dat de waterbak wel eerst gevuld moet worden met water voordat de water uit de lichaamsdouche of de oogdouche komt en dat de überhaupt verwarmd is. Daar gaat enige tijd overheen. Het hangt ook vanaf van het vermogen van het verwarmingselement dat we plaatsen. Bij de MB500 is dat een 1 kW verwarmingselement. Bij de grotere uitvoeringen is dat standaard een 3 kW verwarmingselement. Nogmaals, als dat anders moet zijn, dan is dat altijd aan te passen. Dus als de bak gevuld en verwarmd is op de juiste temperatuur, dan is de tankdoos operationeel. Hij is fors beveiligd, dus hij kan buiten geplaatst worden en u heeft daar dan verder geen omkijken naar. De leidingen die hier intern lopen naar de douchekop en de oogdouche, die lopen na gebruik leeg. Dus er blijft geen water in staan. Het reemt weg, dus het kan ook niet bevriezen. De tankdouche is verder helemaal uit te bouwen met diverse opties. Ik ga er een aantal noemen. Wat u hier ziet, dat zijn de drie wanden. Twee zijwanden en één achterwand die je erbij kunt nemen. De oogdouche, dat is een veelgebruikte optie die erbij gekocht wordt. De oogdouche is van het systeem scharnierbare deksel. Als je de deksel naar achteren klapt, activeert u gelijk de oogdouche en begint het water gelijk te stromen. In de deksel bevindt zich een spiegel. Als u een letsel hebt, kun je kijken hoe ernstig het letsel is. Als u de deksel weer sluit, stopt de oogdouche automatisch weer. In dit geval zit de oogtoets rechts, maar op verzoek kan hij ook aan de linkerkant geplaatst worden en hij kan zelfs in de cabine geplaatst worden. Dat is niet bij de 350 liter en bij 500 het geval, wel bij de grotere units omdat die cabine dus wat groter is en we dus wat meer ruimte hebben om de oogtoets binnen te plaatsen. Maar dat is dus ook een mogelijkheid. Het opstaprozer is een optie. Wat momenteel niet aanwezig is, maar wat wel een optie is, is een opvangbak met een afvoer. Dan wordt alle water opgevangen. De afvoer van de oogdouche komt ook uit in de opvangbak. Een aantal andere opties zijn onder andere de verlichting, dat waarneembaar is en zichtbaar is voor iedereen waar de tankdouche staat. Een thermometer waarmee u de temperatuur kan aflezen van het water wat in de reservoir zit. We hebben een niveau-indicatie, daar kunt u dus heel eenvoudig zien vanaf een afstand of een tank gevuld of leeg is. Daar kunt u dus zien of er bijgevuld moet worden, of dat er problemen zijn of wat dan ook. Dan zijn er tal van andere opties. Zo is er bijvoorbeeld een afstandsmelder om een signaal te realiseren. PVC-lamellen kunnen ervoor gehangen worden als windbreker, dat als u in de cabine staat, dat u niet vrij in de wind staat. Elektronische alarmen zijn mogelijk. We hebben diverse antibacterie-groeisystemen. Er kan een automatische dump zijn die periodiek ongeveer 10% per etmaal loost en automatisch weer bijvult. Maar we hebben ook een regenererend filter. We hebben vloeistoffen, we hebben poeders om het water bestendig te maken tegen bacteriegroei. Op verzoek zijn een tal van extra opties mogelijk die we kunnen uitwerken. Aan de zijkant treft u een testhendel aan. Als de oogtoest dus links zit, komt hij uiteraard aan de linkerkant. Dan kunt u dus zonder dat u in de cabine hoeft te staan en dat u nat wordt. Testen of de nooddouche gewoon goed functioneert. Het functioneren kan dus in dit geval geschieden door op het opstaprooster te stappen of op de rode duwhendel te duwen. Net wat u wilt. Daarmee activeert u de lichaamsdouche en uiteraard kan hij gereset worden. De oogdouche wordt dus geactiveerd door de deksel naar achteren te klappen. Dan begint het water te stromen en als de deksel weer gesloten wordt, stopt de oogdouche automatisch. De bediening bevindt zich achter het plafond. Wat wel belangrijk is om in de gaten te houden, is het feit dat als de oogdoest geactiveerd wordt op winterdag tijdens vorst, dat we wel zeker weten dat de leiding helemaal leeggelopen is. Dat hebben we heel gemakkelijk gemaakt. We hebben hieronder een klein stukje transparante leiding gemaakt waarop je feilloos ziet of er nog water in de leiding zit of niet. Uiteraard is het de bedoeling dat als de leiding leeg is, dat u dan veilig weg kan lopen dan zal er niks met de oogdouche gebeuren omdat er geen water meer in de leiding aanwezig is. Antibacteriegroeisystemen. We hebben hier te maken met een tankdouche met stilstaand water en ook nog eens een keer water wat op temperatuur gehouden wordt. Dus dat zou een bron van bacteriegroei kunnen zijn en daar hebben we diverse methodes voor om dat tegen te gaan. Als de tankdouche op de vaste waterleiding aangesloten wordt, dan hebben we de mogelijkheid van een automatische dump. Dat wordt in de waterbak aangebracht en dat loost ongeveer 10% van de inhoud van de tank en vult die 10% automatisch weer aan. En daarna gaat die cyclus weer door. Door die verversing van het water hou je bacteriegroei tegen. Een andere mogelijkheid is een regenererend filter. Dat is dit filterpatroon. In dit patroon zijn keramische ballen aangebracht. Keramische ballen zijn geïmpregneerd met een werkstof die heel gelijkmatig de werkstof uitstralen aan het water en daardoor maakt het bij het regenererende filter niet uit hoe vaak je de bak leegtrekt. Dit regenererende filter blijft minimaal één jaar zijn werk doen. In de praktijk langer, maar een jaar is dan wat we garanderen. Een andere mogelijkheid is een poeder of een vloeistof wat in flacons geleverd wordt en wat u in het water kan aanbrengen. Het kan dus in poedervorm of vloeistofvorm zijn. Daarbij is wel op te merken dat, in tegenstelling tot het regenererende filter, als je water uit de bak weggenomen hebt, dat je weer een nieuwe poeder of vloeistof moet toevoegen. Je weet niet precies hoeveel water eruit genomen is, dus je moet dan ook de concentratie gaan bepalen van het nieuwe poeder of de vloeistof en het water, uiteraard, wat toegevoegd moet worden. Dus praktisch gezien is het regenererende filter of de automatische dump wat makkelijker in omgang dan de poeder en vloeistof, maar de poeder en de vloeistof zijn wat goedkoper. Om datgene aan te brengen, om dat wat makkelijker te maken, hebben we een dakdoorvoersysteem, wat we dus in het dak aanbrengen van de tankdouche, wat rechtstreeks in verbinding staat of boven het reservoir bevindt. Wat je ziet is een schroeftop die je heel gemakkelijk kunt losdraaien, en heb je dus een doorvoer in de waterbak. Door deze doorvoer ben je dus in staat om het regenererende filter aan te brengen. Die komt dan in de waterreservoir terecht. Het oude filter is op dezelfde tegenovergestelde wijze uiteraard uitneembaar. Of, als u toch kiest voor een vloeistof of poeder, dat u het makkelijk kunt toevoegen op deze manier zonder dat u de deksel los hoeft te halen. Dus dat is wat makkelijker om dat te doen. Daarna, uiteraard, de schroefdeksel weer aandraaien. Dan is de unit weer geschikt voor gebruik. Als er specifieke wensen of eisen zijn, zijn die altijd bespreekbaar. Dit was de uitleg van de MB500 en of andere tankdouche modellen. Indien u vragen heeft, dan horen wij dat graag. Bedankt voor uw aandacht.